Ja, goed voor het jubileum. En ook, het is eigenlijk spontaan door onder andere Chris Roof. Dat gezegd van we willen werk het extra's doen. En ook met carnavalstreffen, wat dadelijk ook aansluitend gaat plaatsvinden. Omdat het bitteke zwoeng, nog meer zwoeng, wordt de laatste jaren al heel goed. Alleen vooral gemeen om dat nu vooravond de lampjes op toch inschen te laten doen. En ja, het is tot nu toe, het ziet er goed uit. We hebben meer dan 550 deelnummers. Dus het belooft gewoon heel gezellig en chic te worden. Ja goed, er zijn uiteraard groepen uit EAP, groepen uit partijen, maar ook jullie gewoon uit Shin. Alle prinsenwagen kunt dadelijk, of alle prinsenparen, die kunt straks ook op de prinsenwagen van Oost met. We zitten wel met die 20 man. Dus ook uit Shin heb je heel veel groepen. En ook de prinsenwagen gaat met rijden, dus ook met de prinsenparen op de wagen. Ik vind het wel chique dat het georganiseerd wordt, want dat betekent dat we drie keer op de wagen steunt en niet twee keer weer normaal. Dat is wel chique. Is dat voor jou? Ja, dat is fantastisch. Het einde van de hoogtepunten voor prins en prinsessen zijn is een optocht lopen. En tot dan ook nog in het duister is, want vermissen de lampjes op toch dinsdag in Valkenberg altijd. Dus dat is gewoon fantastisch. Ik kan het niet beschrijven. Ja, het is wel op zich heel chique dat we natuurlijk hier in Shin kunnen zijn en ook aan de lampjes optocht kunnen mee doen. Ja, wie vult dat? Ja, goed. Van ouds eigenlijk, ja. Want ja, vroeger hebben we dat al gehad in Valkenberg. En super ruig dat dat nu weer een Shin weer is. Dus we zijn al wel jaren gewend, Joppa. En kijken wat het hoort, ik ben benieuwd. Kijken hoeveel u langs de kant staan, hè. En wat met eet, hè. En flink zwaaien, hè. Ja, zeker. Ja, leuk dat ze nu, tot ze 40 jaar bestaan, een lampjes optocht georganiseerd hebben. Veel jeugd, veel lui met spas. Het was heel leuk dat dat in Shin was. En vond je het ook leuk? Ja. Zeg maar ja. Nee? Wat vond je ervan dat hier de optocht was? Ik vind het schitterend dat ze dat voor de eerste keer hier in Shin op Geul doen. Dus dat vind ik hartstikke mooi, die lampjes optocht. Dat hebben we nog nooit eerder gehad hier, dus dat is mooi, hè.